Het is 23 maart 2018 en ja, ik ben er weer mensen. En we gaan kijken en meebeleven van wat de officiële uitslag is van de gemeenteraadsverkiezingen. En van het referendum. Ik ben benieuwd of de mensen zijn verschoven, verplaatst, omhoog of naar beneden. Kortom, we gaan het meemaken, we gaan het zien. Nou, daarnet was dus de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. En ik sta hier naast ons vriend Boudewijn Revis. Hoe vindt u het nou? 7 zetels? Ja, de VVD is echt ongelooflijk blij. We hebben een supergoeie uitslag gehaald. 3 zetels erbij, daar zijn we heel blij mee. Maar ook de afgelopen periode verantwoordelijkheid gedragen. We hebben de stad bestuurd, we hebben Scheveningen mooier gemaakt. En daar zijn we voor beloond met 3 zetels meer. Oké, en wat gaan we nou doen dan? Oké, de verkiezingen zijn geweest. 7 zetels, Groep de Mos van 9 naar 8. En wat gaan we doen? Ja, als je de grootste partij bent zoals Groep de Mos nu, en die wil ik ook echt feliciteren met de uitslag. Maar als grootste partij ben je verantwoordelijk om de eerste stappen te zetten om te kijken hoe we een nieuw stadsbestuur kunnen maken. Dus de VVD wacht het af. Ik ga rustig sporten vanmiddag. Rustig sporten en dromen over Legoland natuurlijk. Zeker, want ik ben er nog steeds trots op en het werk als wethouder gaat door. Dus iedere dag blijven we bezig om Scheveningen mooier te maken. We zorgen dat Legoland er komt. Daar gaan we lekker mee door en ondertussen kijken we of er een nieuw stadsbestuur kan komen en hoe snel. Ja, oké. Nou, dat is hartstikke mooi. Ik hoop dat Groep de Mos inderdaad ook een hand uitreikt naar de VVD. Want het zijn toch wel bijzondere, leuke projecten die op Scheveningen ook zijn. Maar Groep de Mos, ze hebben Wesley aangesteld, René, Bert van der Ham, de Scheveningers. Maar eigenlijk is alleen René Oudshoorn gekozen. Niet eigenlijk de man van het Geutenvuur. We hebben op onze lijst Jan Bronk staan. Die heeft meer dan 800 stemmen gehaald. Dat zijn heel veel Scheveningers geweest. Daar ben ik super trots op. Ik denk dat er ook heel veel Scheveningers op Miranda Vink hebben gestemd. Daar ben ik heel dankbaar voor. Wij weten gewoon dat Scheveningen van de VVD houdt. En de VVD houdt van Scheveningen. Wij gaan ons de komende 4 jaar ook voor Scheveningen inzetten. Oké, nou. Ik zou zeggen, gefeliciteerd. En we gaan je in de gaten houden weer. Oké, hoi. Nou, ik sta naast de grote winnaar. Richard de Mos. En Ries... Je was geëindigd op 9, nu 8. Hoe kan dat? Leg het eens uit. Ja, ze hebben nog die laatste 2% moeten tellen. Ja, en daarbij blijkt dat we het net niet redden. En dat die zetel die wij eigenlijk hadden bij 98% van de stemmen, dat die naar de Haagse Stadspartij is gegaan. Daar feliciteer ik de Haagse Stadspartij mee. Al is natuurlijk wel jammer, want het is een beetje de kerst op de taart die nu weg is. Ja, inderdaad. Je had ingezet op 10, 9. Nou, ook mooi. Nou 8. Ja, een beetje jammer. Maar ja, toch weer wel de meeste. En ja... Wat ga je nou doen? Wat is je doel? Ik hoorde gisteren van dat je samenstellen gaat zoeken en wat is je planning? Ja, we willen nu de komende dagen, het zal maandag of dinsdag worden, willen we een verkenner aanstellen. Ja, en dan willen we met partijen die gewonnen hebben op de tafel en dan gaan we kijken of die partijen ook met Groep de Mos willen praten en dan langzaam toewerken naar een coalitieonderhandeling. Oké, nou, dat is hartstikke mooi. In ieder geval, je hebt je heel erg ingezet. Je hele ploeg eigenlijk. Iedereen, overal waar je in Den Haag kwam, kwam je eigenlijk Groep de Mos tegen. Wanneer neem jij nou eens je rust? Want je stem is nog steeds niet terug. Nee, stem is nog steeds heel slecht. En daarom ga ik dit weekend ook even weg. En dan gaan we maandag weer met een helemaal fris en fruitig beginnen. Nou, ik zou zeggen, Ries, gefeliciteerd en succes, man. Oké, dankjewel. Jullie weer bedankt voor het komen, jongens. Ja, toch. Oké. Nou, ik sta naast de burgemeester, Pauline Krikke. Eerste keer in de gemeente Den Haag de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe vindt u het? Ja, ik vind het super. Het verschil is dat in Den Haag hebben natuurlijk ook de stemmers uit het buitenland. En dat heeft met het referendum meegespeeld. Maar weet je waar ik echt heel erg van onder de indruk ben? Al die mensen die op het stadhuis, vrijwillig, ambtenaren, die zorgen dat deze verkiezingen goed verlopen. En dat vind ik echt heel erg fijn om dat te zien. En dit is wel een feestelijk moment. Voor sommige mensen is het een teleurstellend moment. Hè. Die hadden gedacht dat ze gekozen zouden zijn en die zijn dat niet. Sommige mensen dachten dat ze niet gekozen zouden zijn. Die hebben vanochtend gehoord dat ze met voorkeurstemmen in de raad gekozen zijn. En ik merk om mij heen dat er een groot enthousiasme is om te beginnen. Ja, inderdaad, dat is heel erg gemerkt. Ja, bij Richard de Mos was de stem al zelfs kwijt, die was al zo blij. Wij zijn natuurlijk ook voor het vreugdevuur, u ook, want u houdt van een grote fik. Dat heeft u al eerder verteld. Een vette fik zelfs. Oh ja, correctie, een vette fik. Maar toch is eigenlijk de hoofdorganisator juist niet gestemd. Nou, ik hoop dat het dan nog wel goed gaat met het vreugdevuur. Ja, maar het vreugdevuur is nog ver bij ons vandaan. Maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat ik vorig jaar wel van een vette fik hield en deze keer niet van een vette fik. Dat blijft een beetje hetzelfde. Oké, duidelijk. Ik heb al inderdaad gemerkt dat u niet echt helemaal uzelf bent, een beetje ziek bent, een beetje hoesten. Gaat u nu ook een beetje voor uzelf zorgen? Nou ja, weet je, ik moet eigenlijk gewoon de hele dag nog een beetje door. Dus ja, ik ga voor mijzelf zorgen. Maar weet je wat ook wel fijn is? Dat iedereen vraagt, hoe is het nou met je? En die warmte, dat maakt natuurlijk ook heel veel goed. Ja, dat zeker. En voor onze kijkers, niet alle kijkers zijn echt op de hoogte. Oké, nu is Groep de Mos als eerste dan en nog andere partijen staan eronder. Wat is nu eigenlijk de bedoeling eigenlijk, wat er nu gaat gebeuren? Wat er nu gaat gebeuren is dat verschillende partijen met elkaar gaan praten. Of ze met elkaar zouden kunnen samenwerken om in een college te komen. En dat is een proces wat zich afspeelt een beetje buiten de publiciteit. Omdat de gesprekken ja, zijn ook gesprekken om even af te tasten wat iedereen nou echt vindt en hoe het voelt en met wie ze wel en niet willen samenwerken. Dus er komt een verkenner. Daarna wordt er echt nagedacht over welke punten mensen met elkaar willen uitwisselen. En zo gaat dat proces. En op een dag heb ik dan ook weer gewoon een college van burgemeester en wethouders. En hoe groot is die college, moet dat zijn? Hè? Nou, dat hangt ervan af, want de politieke partijen praten met elkaar. En daar hangt van af hoeveel wethouders het uiteindelijk worden. Dus ook dat staat nu nog niet vast. Oké, nou duidelijk genoeg. Ik hoop dat het voor jullie ook duidelijk is. Ik wil u, nog in ieder geval beterschap wensen en nog een hele fijne dag. Dankjewel en heel graag tot de volgende keer. Nou, dat komt zeker goed. Dag. Nou, ik sta naast Wes. Kiezer van Groep de Mos. Wes, niet geworden hè? Nou ja, helaas niet. Ik heb alles gegeven wat ik had en voor mijn gevoel had ik een goede campagne gevoerd. Nou, helaas mocht het niet zijn, maar ja, we zijn in principe wel gelukkig de grootste. En we zitten toch met zo'n 8 zetels in de gemeenteraad. En we hebben met René Oudshoorn hebben in ieder geval iemand die Scheveningen en Duindorp kan behartigen. Dus onze belangen zullen wel behartigd worden in de gemeenteraad. Dus dat is in ieder geval gewoon goed. Dat in ieder geval één iemand uit Scheveningen of Duindorp in ieder geval in de gemeenteraad zit. Ah, René Oudshoorn inderdaad is gekozen, maar hij kan zijn plek afstaan. Hij kan zijn plek afstaan, maar hij staat op nummer 8 en hij staat ook niet voor niks op nummer 8. Ik sta op nummer 22. En René Oudshoorn heeft gewoon heel veel gedaan ook voor Groep de Mos. Dus ik denk wat dat betreft dat hij verdiend erin gaat. Oké, ja, inderdaad toch de grootste. De grootste. En wat ga je nou doen? Gaan we toch maar weer stapelen dan? Nou ja, dat stapelen, dat doe ik al vanaf jongs af aan, vanaf mijn 7e. En dat zit gewoon in mijn bloed en dat blijf ik doen. En ondanks of ik nou wel of niet in de gemeenteraad had gezeten, dan was ik nog steeds erbij betrokken geweest. Dus dat is niet iets wat ik zomaar los wil laten. Ja, want het bloed kruipen en niet kruipen kan natuurlijk. Nou, precies, ja. Nou, wat ga je nou doen? Niet gekozen, wat is je eigen planning om eigenlijk nu te gaan doen? Nou ja, kijk, in principe wil ik wel bij Groep de Mos wel betrokken blijven. Toch om nog toch iets voor Scheveningen en Duindorp nog wel te kunnen blijven doen. We moeten alleen even kijken in welke rol eigenlijk. En dat moeten we gewoon even de komende tijd even bespreken en bekijken wat daarin de opties zijn. Oké, nou ik zou zeggen, gefeliciteerd met de groep in ieder geval. Ja. En, ik zou zeggen, zet hem gewoon door en je bent lekker bezig geweest. Ja, toch? Is goed, dankjewel. Oké, graag gedaan. Dat was Wesley. Dit was dus de officiële uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. En natuurlijk ook van het referendum. Nou, over het referendum is natuurlijk al de enige nodige informatie al bekend. Over de gemeenteraadsverkiezingen eigenlijk niet. Nu bij deze dus wel. Groep de Mos, 1 zetel verloren. Maar ja, toch alsnog de grootste. Sommige partijen zijn ook omhoog of omlaag gegaan. Wesley die hoopte natuurlijk heel erg van dat hij een heleboel voorkeurstemmen zou krijgen. Jammer genoeg niet gekregen. En ik heb genoten. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Pauline Krikke, ik hoop dat u snel weer beter bent. En we gaan het weer meemaken. We gaan het beleven. En tot de volgende aflevering. Deel en like deze video. En ik zou zeggen, later!